Men denkt altijd vaak, vooral als je kind bent, dat vrede vanzelfsprekend is. Maar vrede is natuurlijk nooit vanzelfsprekend. Vrede moet je bevechten en moet je goed bewaren. Dat moet je bewaken. En daarom is het belangrijk dat wij de doden die hier zijn gevallen, mensen die gefusilleerd zijn alleen maar omdat zij tegen de oorlog waren, tegen de bezetting van de Duitsers, hier zijn vermoord. Dat moeten we altijd blijven herdenken. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen weten dat ze in vrijheid leven, dat er geen vanzelfsprekendheid is. Het is eigenlijk mooi dat ze het als vanzelfsprekend ervaren, maar ook dat ze weten dat er echt een strijd voor is geleverd. En dat je hier een ontmoeting krijgt tussen mensen die echt de oorlog hebben meegemaakt en nu veteraan zijn. En dat die hun kennis van die tijd nog willen overdragen aan de kinderen, dat de onderwijskrachten daarop inspelen. Dat de kinderen dat ook verwerken in gedichten, in toespraken. En dat ze op die manier ook weten dat een plek waar je zomaar langs fietst naar de sport, dat er toch hele ernstige dingen zijn gebeurd. En dat daarom hier een monument staat. Iets wat je anders misschien helemaal niet zou zien. Maar dat je toch erbij nadenkt dat er mensen zijn die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En dat is zo belangrijk. Juist nu nog, hè, de veteranen die in leven zijn, nog steeds die verbinding houden met de jongste generatie. Om te beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is.